welkom bij weer een video van Mrs. Brightside. Mijn naam is Danielle Benink en in deze video ga ik aan de slag met de leuke Cottage Reefs bundel. Een mooie polymeer stempelset met kransen, verschillende teksten voor verschillende gelegenheden en kleine detailstempeltjes om je krans mee op te leuken. En de bijpassende Country Reefs dies. En ik ga een project maken voor de Stamping Society. Bloghop, Instahop en Videohop. En daar hebben we deze maand een kleurthema. En dat kleurthema dat bestaat uit de kleuren Starry Sky. Een van de incolors van 2022-2024. Very Vanilla. Metallic, en ik heb gekozen voor het Brushed Metallic Cardstock in goud. En we hebben de kleuren Perpossess, Soft Suede en nog een andere kleur groen, Shaded Spruce. Dus deze vijf kleuren, of eigenlijk zes, Metallic, Very Vanilla, Starry Sky, Shaded Spruce, Soft Suede en Perpossess komen terug in onze Color Challenge. En alle designteamleden maken dus een project met die kleuren. Goed, ik heb gekozen voor een basiskaartje van Starry Sky cardstock. En dat is 10,5 keer 21 centimeter. Gerild aan de lange kant op 10,5. En dan krijg je een leuk vierkant kaartje. Daar heb ik ook een mat bij van Starry Sky cardstock van 10 keer 10 centimeter. Dan heb ik een mat van het Glimmer Paper, het in-color Glimmer Paper. En dan natuurlijk ook weer van Starry Sky van 9,5 keer 9,5 centimeter. En ik heb hier een mat van Very Vanilla voor de binnenkant van de kaart van 10 keer 10 centimeter. En ik heb wat restjes cardstock om op te stempelen. En dat metallic cardstock, dat brushed metallic cardstock. Goed, we gaan beginnen met het stempelen. En de rest leg ik dus eventjes aan de kant. En ik wil aan de binnenkant van mijn kaartje ook wat gestempeld hebben. En daar begin ik mee met Perpossess. En die krans, die stempel ik meteen twee keer. Ik stempel hem namelijk een keer deels aan de binnenkant van mijn kaartje. Gewoon voor een leuk effect. En één keer in zijn geheel. En die ga ik zo direct uitstansen met die mooie Cottage Reefs stansen. Of Country Reefs stansen, moet ik zeggen. Deze grote, die leggen we aan de kant. Evenals de Perpossess. Dan gaan we nog wat stempelen met Soft Suede Inkt. En dat is de tekst. Dus Soft Suede komt eigenlijk maar heel weinig terug in dit kaartje. Zo. En die gaat ook aan de kant. En dan hebben we nog het Shaded Spruce. En het Shaded Spruce, daar ga ik een soort dennetakjes een aantal keer stempelen. Het stempeltje is één stempeltje, komen dus twee takjes uit en het stansje wat daarbij hoort, die zit ook aan elkaar. Dus die zit op precies dezelfde hoogte als dat er nu gestempeld is. En last but not least, en dan moet ik even kijken, voor nog een stukje Very Vanilla cardstock. Hier hebben we nog een restje en dan ga ik ook nog dit takje stempelen. Maar die ga ik beinkten en dan één keer afstempelen. En dan stempelen. Zo. Shaded Spruce kan ook aan de kant. En vervolgens gaan we deze aan de binnenkant van mijn basiskaartje plakken. Dan hebben we dat maar vast gedaan. Daarvoor gebruik ik Multipurpose Liquid Glue. Zo.
die leggen we weer even aan de kant. En dan gaan we stansen. Ik ga namelijk een strik stansen uit dat metallic cardstock. Ik ga met dit leuke stansje het takje uitstansen. Met deze twee stansjes, die zitten er dus dubbel in, ga ik deze dennetakjes uitstansen. En met deze grote stans, stans ik mijn reef uit. En ik moet even draaien, zodat we hem op de juiste plek hebben. Daar hebben we hem. Zo. En die ga ik dus ook uitstansen. En vervolgens kom ik weer bij jullie terug, want dat ga ik eventjes versneld doen. We hebben gestanst. We hebben hier, en ik zat net te denken, misschien ga ik dit grote takje niet gebruiken, maar ga ik gebruik maken van deze leuke textural elements. Samen met de pearlized enamel effect. Dit is basic white, maar op het moment dat je het erop doet, het heeft een parelmoerglans, dan lijkt het wel heel erg op very vanilla. Ik ga ten eerste beginnen met het opplakken van mijn glimmerpaper op die Starry Sky mat. En dan gaan we eens even kijken hoe we ons kransje vorm gaan geven. Of we inderdaad gebruik maken van die textural elements. Of dat we toch dat grote takje gebruiken. Zo. Die komt daarop. Dan ga ik mijn krans opplakken met Stampin' Dimensionals. Dus ik voeg er een aantal toe, zodat hij goede ondersteuning heeft. En vervolgens plak ik die op het midden van mijn matje. Heel mooi, dat perpezes met dat Starry Sky. Zo, en dan gaan we eens even kijken. Ik denk namelijk dat het inderdaad het textural element wordt. En daar zit aan de buitenkant een beetje donkerbruin. En laten we dat dan maar eventjes soft suede noemen. Deze leg ik even aan de kant voor een ander projectje. En ik pak eventjes wat glue dots. Oh. Even kijken. En die doe ik onder het takje. En normaal dan maak ik er echt zeg maar kleine bolletjes van. Maar er komt ook nog een... Ik doe hem denk ik een beetje zo. Er komt ook nog een strikje overheen. Zo. Hier is dat strikje uit dat metallic cardstock. En dat is heel leuk, want je creëert echt een fantastisch strikje op die manier. Die ga ik even mijn take your pick. En dan vouw ik met de punt mijn glue dot dubbel. En dan komt er namelijk geen lijm onder die knoop zeg maar van mijn lintje uit. Omdat ik hem heb dubbel gevouwen. Zo. Die plak ik hier overheen. Zo. En dan ga ik een aantal van die kleine, ja wat zijn het, dennetakjes. Ga ik plakken op het kaartje, maar ook met dimensionals. Dus we pakken ze er even bij. En die ga ik er eigenlijk gewoon ook nog aan toevoegen. Zo, heel klein drupje lijm. Doe ik even hierop. Takje achter het
strikje, eentje hier. Dan wil ik er eigenlijk eentje hier onder. En hier zit nog wel zo'n rond besje, zeg maar, van die textural element. Maar die is toch al heel erg bedekt door mijn strikje. Dus die bedek ik nu gewoon nog wat meer. Maar ik wil wat van dat shaded spruce naar voren laten komen. Dan doe ik er eentje hieronder. Opplakken. Dus dat er ook wat aan de onderkant uitkomt. En dan ga ik er eentje opplakken met een heel klein hoekje dimensional. Dus een stukje dimensional doe ik eronder. Knip ik altijd van de rand van mijn dimensional velletje. Zo. En die voeg ik hier, zeg maar, nog toe. Vervolgens pak ik dimensionals om de mat op mijn kaartje te gaan plakken. Zo. En dan, wanneer dat erop zit, dan gaan we ons tekstje nog toevoegen. En dat tekstje, dat ga ik uitknippen. Zo, dit is onze basis. Dat ga ik uitknippen, maar voordat ik dat ga doen, ga ik alvast enamel basic white effects op die besjes doen. En dan creëer je eigenlijk een soort van pareltjes. Dus je knijpt erin en dan komt het neer. Dan hebben ze in het begin een beetje een puntje. Maar als je dan je kaartje zo heen en weer doet, dan zakt dat op een gegeven moment vanzelf in. En daarmee creëer ik een soort van besjes. En ik verschuif mijn strikje een beetje, zodat ik dat laatste besje ook bedek. Want dan hoef ik geen half besje te maken met die enamel dots. En wat je eventueel kan doen, is als die nog een beetje te veel naar boven, als een puntje naar boven gaat, kan je met je prikpen van je Take Your Pick, kan je hem een beetje vorm geven. Hou er rekening mee dat deze enamel effects echt even tijd nodig hebben om te drogen. Dus ik laat ze meestal gewoon een hele dag drogen, voordat ik hem pas echt vastpak. Als ze eenmaal droog zijn, dan heb je echt gewoon een heel hard bolletje. Dan is het echt gewoon net zo'n plakpareltje. Dus dan is het niet dat hij dan nog steeds indeukt. Maar in het begin, maar natuurlijk wanneer het nat is, dan deukt het helemaal in. Als je hem niet goed zou drogen. En dan heb je het ook aan je vingers zitten. Of het zit aan de rest van het kaartje. En dat is natuurlijk zonde. Wat ik ondertussen aan het doen ben, is dat ik mijn kleine tekstje Merry Christmas eigenlijk nog kleiner maak door er twee aparte woordjes van te knippen. En daar knip ik vervolgens een heel klein randje van het basic white, zie je dan. Dus hoppakee, eventjes de hoekjes een beetje afronden. En die gaan we zo ook toevoegen aan ons kaartje. Zo, hier ook Mary. Ook een beetje afgeronde hoekjes, dus met de vorm van de letters mee. En dan krijg je zo'n heel delicaat tekstje. En daarmee voeg ik dus ook die laatste kleur Soft Suede toe aan mijn kaartje. En ook deze ga ik met een heel klein randje dimensionals op mijn kaartje plakken. Dus plak
een klein stukje. Even kijken of dat te breed is. Nee, dat past er precies onder. En ik begin met Mary. Zo in het, ja, bijna midden van mijn reef. En dan heb ik hier Christmas. En dan doe ik aan één kant van mijn tekstje, doe ik dus een stukje dimensional. En aan de andere kant doe ik wat lijm, want daar rust hij op mijn kransje. En dan plak ik hem dus met wat lijm, met één kant nog op het kransje. Zo. Heel priegelig, zo'n klein tekstje. En die gaat dus deels met een dimensional in het midden van mijn kransje. En de andere helft heb ik dus vastgeplakt. Merry Christmas. Goed, dat brengt ons aan het einde van deze video met die hele leuke kleuren challenge. Je ziet al, die pareltjes die worden steeds ronder. Dus dat puntje wat eraan zat op het moment dat je hem opspuit, dat gaat zachtjes weg. We hebben alle kleuren gebruikt van Starry Sky tot en met Very Vanilla. Perpazes, Soft Suede, Metallic en Shaded Spruce. Ik hoop dat je dit een leuke video vond. Mocht dat zo zijn, geef hem dan een duimpje. Ben je al geabonneerd op mijn YouTube kanaal? Heel erg bedankt. Ben je dat nog niet, zou ik het heel erg waarderen als je dat doet. En dan blijf je ook op de hoogte van alle nieuwe video's. Wil je wat bestellen of heb je vragen? Dan kun je me altijd een mailtje sturen op danielle@mrsbrightside.nl. Of je kan naar mijn website www.mrsbrightside.nl. En natuurlijk kun je ook altijd terecht in mijn Stamping Up webshop. Heel erg bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.